Hoi, daar ben ik weer. Ik ben een tijdje van de radar geweest en dat heeft te maken gehad met dat ik gossipgay.nl begonnen ben vanuit een passie, vanuit een idee om een belangrijke boodschap te willen delen. Ik merkte naarmate het platform groter werd, naarmate ik meer behendig werd in social media en dergelijke, dat het mij op een gegeven moment meer ging om followers en likes dan daadwerkelijk om de boodschap die ik overbracht. Toen ik me daarvan bewust werd, dacht ik, ja nee, dit is niet waarom ik het ben gaan doen. En toen ben ik een tijdje stil geweest en heb ik gewacht tot er weer iets vets op mijn pad kwam of een onderwerp waarvan mijn hart sneller ging kloppen. En die kreeg ik eigenlijk vanochtend toen ik mijn inbox opende van Levi's, je weet wel, van die jeans. Levi's bestaat al sinds 1853 en heeft zich eigenlijk altijd wel gericht op gelijkwaardigheid, diversiteit, inclusiviteit. Nu brachten zij elk jaar een Pride-collectie uit en ook dit jaar weer. En dan hoor ik je eigenlijk al gelijk denken, alweer een Pride-collectie. I agree, want er zijn way too many Pride-collecties in omloop op het moment. Veel bedrijven die er een slaatje uit proberen te slaan. Maar deze collectie vond ik na het zien van de foto's echt wel heel erg vet eigenlijk. En daarom wil ik hem wel met jullie delen. Voor de Pride-collectie heeft Levi's dit jaar een Nederlandse ambassadrice en dat is Christina Curry. Zij heeft 3 designs gemaakt voor de t-shirts. Eentje waarop staat I am loved, I am unique en I am strong. Op 21 juni is er een event in de Levi's store in de Kalverstraat. Van 12 tot 5 moet ik er even bij zeggen. Waarbij Christina Curry zelf ook aanwezig is. En waarbij je die 3 designs, een van die 3 designs, op je t-shirt kunt laten drukken. Maar naast die t-shirts hebben ze ook shorts. Ze hebben accessoires zoals boxershorts, riemen, noem het maar op. Maar ook een fucking vette jacket. Met regenboogkleuren achterop, die ik heel erg mooi vind. En ik weet niet wat het precies is dat deze collectie mij losmaakt. Maar ik vind het mooi, ik vind het stijlvol. Het staat ergens voor. Het is niet too much, wat het vaak toch wel is bij dit soort kledingstukken. Het heeft gewoon iets. En ik denk dat je de foto's even moet bekijken om datzelfde gevoel te krijgen als wat ik bij deze lijn heb. Uiteindelijk vind ik de collectie ook mooi omdat ze uitgaan van dat hele punt van I am. I am, je kunt zelf uiteindelijk iets invullen. Maar alles wat je invult is goed en alles wat je invult staat dus ook daadwerkelijk voor dat wie jij bent. Wie jij wilt zijn. Wie jij mag zijn vooral. Ik ga zeggen, check vooral de site van Levi's. Of ga even langs in de winkel in de Kalverstraat. Als je denkt, ik wil Christina Curry even ontmoeten. Of ik wil de hele lancering van die lijn zien. Ga dan op 21 juli, dat is op een zaterdag. Tussen 12 en 5 even langs bij de winkel. En koop gewoon iets leuks. Want ik weet zeker dat je stijlvol de Gay Pride tegemoet gaat als je een van deze kledingstukken koopt. Voor het geval je denkt, oh, hij heeft nu een sponsor. Levi's sponsort mij niet voor dit bericht. Ik doe het echt omdat ik het gewoon een hele mooie collectie vind. Dus ik hoop dat jij agreed. En zo niet, laat het even weten in de reacties. Hey, we zien elkaar later. Bye.